Arie van Raa was bijna 20 jaar bestuurder bij PSV. Van 1996 tot en met 2004 was hij de baas bij de Eindhovense voetbalclub. Voormalig PSV-voorzitter Arie van Raa is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub maandagochtend. De oorzaak van zijn dood is vooralsnog niet bekendgemaakt. Van Raa was 8 jaar lang voorzitter van de Eindhovense voetbalclub. Ook was hij in 2 periodes penningmeester bij PSV. In 1990 werd hij benoemd tot erelid. Van Raa groeide in zijn jaren als bestuurder uit tot een icoon van PSV. In 1984 vroeg toenmalig bestuursvoorzitter Jacques Rutz hem penningmeester te worden bij de club. Van Raa was op dat moment accountant bij Philips en fanatiek supporter. 12 jaar later werd hij voorzitter. Uiteindelijk werkte Van Raa bijna